hier met een slide waarin Banerjee en Duflo het hebben over Asim Moglu en Robinson. Eén uiteraard, want 2012 toen was de Narrow Corridor uiteraard nog niet geschreven. X-colonies kunnen uit het slop geraken door de juiste samenbinding van krachten en een dosis geluk. Want dat was een beetje de boodschap. Dat was een redelijk pessimistische boodschap. Omdat de twee voorbeelden, ik heb het al aangegeven, waar ze naar refereren, dat niet zo echt hoopgevend is. Het is al zo lang geleden en er zijn er maar twee. En die slechte instellingen zijn blijkbaar persistent, zeggen Asim Moglu en Robinson. Banerjee en Duflo zijn niet zo pessimistisch, omdat ze veel institutionele veranderingen zien in de marge. En zij hebben het over institutions met kleine letters in plaats van over institutions met grote letters. Dat vogelperspectief van de vorige, dat hebben zij niet. Zij hebben het niet over grote instellingen, zij hebben het over kleine instellingetjes. Kleine regeltjes, kleine reglementjes, kleine situaties, dorpen, scholen in dorpen, klinieken enzovoort. En hun boodschap is dat details belangrijk zijn. Kleine details, daar gaat het over. Je moet niet proberen de wereld te veranderen, je moet kleine dingen doen. Die kleine veranderingen in de marge leiden dan, zelfs in autocratieën, zelfs in het soort leven Japans dat wij hebben zien passeren, dictaturen. Ook daar maakt niet uit, die grote instellingen maken niet uit. Kleine dingen veranderen op lokaal vlak, dat kan uiteindelijk tot grote verbeteringen leiden. Substantiële verbeteringen in het lokaal beleid. En dan hebben zij daar een heleboel cases, en die heb je kunnen lezen. Ik heb er hier een paar opgesomd. De details zijn mij ook niet altijd zo duidelijk. Dat is nogal technisch. Meestal heel concrete dingen die ze dan toepassen, waar we ons wel veel kunnen bij voorstellen, dat zijn de mystery shoppers. Want we hebben dat ook al eens proberen te doen hier in België. Mystery shoppers om te zien of er niet gediscrimineerd wordt, of alle regeltjes wel gevolgd worden. Dus informatietechnologie die gebruikt wordt voor voedselbedeling, voor corruptie afnemen, bepaalde types van registratie bij lokale verkiezingen in Brazilië die ertoe leiden dat er meer opkomst is. Community-driven development projects in landen in Afrika die dan veel efficiënter zijn. Belang van regels van lokale besluitvorming, hoe je een vergadering organiseert, hoe je mensen uitnodigt, hoe je stemt enzovoort. Iemand uitnodigen per brief in plaats van met een annonce in de krant. Dat maakt een verschil uit. Nudging, dat kennen wij ondertussen. Nudging, behavioral economics, kleine dingetjes veranderen, zodat mensen in de juiste richting worden geduwd. Dat is volgens Banerjee en Duflo wat er moet gebeuren om de armoede te verlichten. Want hier is de focus niet vrijheid of waarom is een land succesvol en niet succesvol. Het gaat hier over hoe bestrijden we de armoede in een bepaald land, hoe worden de levens van de armsten in bepaalde landen best verbeterd. Daar gaat het over. Dus, de focus is heel specifiek, maar uiteindelijk het verhaal, als je het breder gaat trekken, komt op hetzelfde probleem neer als dat wij hier al heel de tijd zitten aan te kaarten. Heel belangrijk voor hun aanpak is hun methodologie. En dat is tezelfde tijd ook een zwakke punt. Hun methodologie, wat is die? Wel, die is micro-economisch en die bestaat uit het verzamelen van data, tot daar nog aan toe, service enzovoort, gaan vragen, verplaatsen. Maar de focus van de methodologie ligt bij de zogenaamde randomized field experiments, de randomized controlled trials, RCT's zoals ze genoemd worden. Die kennen wij vooral vanuit de medische wereld. De coronavaccins die zijn door middel van dergelijke tests uitgewerkt in de afgelopen maanden. Maar wat misschien
niet gekend is, is dat dat soort van tests ook gebeurt in de ontwikkelingswereld. Hoe doet men dat dan? Men heeft ergens een stam. Ik heb dat nog eens horen uitleggen door een sollicitant hier op de faculteit. Die ging dan ter plaatse bij een stam in Ethiopië. En die gaven dan aan een bepaalde groep mensen van die stam een subsidie om iets te doen en aan de andere groep niet. En dan gingen ze kijken hoe die verschillende groepen reageerden in de toekomst. Op een periode van een jaar of twee jaar of zoiets. En dan probeerden ze daar dingen uit te leren met betrekking tot het micro-economische gedrag van mensen. Hoe reageren ze op bepaalde prikkels? En zo zijn er door Banerjee en Duflo, maar ook door veel andere mensen, die hebben zelfs een soort van bedrijf daaromtrent, enorm veel van die randomized trials gedaan, waaruit zij dan allerlei besluiten trekken, hoe de armen moeten geholpen worden, via transfers, via nudging, via subsidies, muggennetten, bijvoorbeeld subsidiëren in plaats van ze uit te delen, waarbij dat ze dan door iets anders, voor iets anders werden gebruikt, werd dat gesubsidieerd, dan werd dat meer gewaardeerd blijkbaar. Andere manieren om bijvoorbeeld tot vaccinatie aan te zetten, gratis belminuten, sms'en gratis, al dat soort van dingen die we kennen vanuit de marketing eigenlijk, hoe producten gesleten worden in het Westen, die gebruiken zij uiteindelijk om mensen uit de armoede te krijgen. En die incrementele vooruitgang zou dan volgens hen tot een stille revolutie moeten leiden, die de armoedeproblemen wereldwijd toch flink zou moeten verbeteren. Ik denk dat dat uit een ander artikel komt, maar hier wordt dan uitgelegd hoe zo'n randomized controlled trials werken, maar in economics, maar goed, ik heb het even uitgelegd, dus dat is wel duidelijk, denk ik. Een groep die het medicijn krijgt, een andere groep die het niet krijgt, een placebo krijgt, en dan ziet men wat het effect is van het geneesmiddel op de gezondheid van de deelnemers. En dus men doet ongeveer hetzelfde in de economische sfeer, bijvoorbeeld bij microkredieten. Sommige groepen krijgen een microkrediet, andere niet. Wat is het gevolg voor het ontstaan van bedrijven? Wat is de achterliggende boodschap? Combinatie van economische wetenschap en ontwikkelingsgroep. Dus de economische wetenschap, die micro-economisch is hier, micro-economische studies, hoe reageren mensen op bepaalde prikkels. En dan koppel je dat aan concrete situaties in ontwikkelingslanden. En het voordeel, zeggen Banerjee en Duflo, is dat je daarvoor niet die grote instellingen moet veranderen. Ook in corrupte of niet functionerende failed states werkt dat. En je moet zelfs geen grote ontwikkelingsstrategie hebben, zoals de Wereldbank of het IMF of al de ontwikkelingsagencies die er bestaan. Elke overheid heeft er zo een. Dus dat is allemaal niet nodig. Kleine dingen, kleine projectjes, met weinig geld, maar door de cumulatie ervan krijg je dus toch een effect. Nu, kanttekening daarbij al, dat is natuurlijk muziek in de oren van bepaalde groepen in de samenleving, NGO's bijvoorbeeld, die horen dat graag. Dus die zijn erop gesprongen op die theorieën van Banerjee en Duflo. Westerse overheden ook, want dat betekent dat zij eigenlijk kunnen controleren waar hun geld naartoe gaat. Ja, ze hebben een betere controle daarvoor. Filantropen nu, zoals Gates en Buffett enzovoort, die zien dat ook allemaal zeer graag, want dat geeft eigenlijk een zekere mate van legitimiteit aan hun acties. Je ziet dus dat er een hele industrie ontstaan is met, op basis van die inzichten van Banerjee en Duflo, en die zich dus bezighouden met het doen van tests, randomized controlled tests, in ontwikkelingslanden op klein niveau.
Ik heb ook mijn bedenkingen, maar zoals in de vorige dingen ga ik eerst even de discussie laten, voordat we op die bedenkingen ingaan.